vanuit de overheden geïnitieerd worden over mensen. Hoor. Wat bijvoorbeeld Defensie, die zit in een er is een consortium geloof van 100 grote bedrijven en zij gaan ook met elkaar ontwikkelen standaarden. Dat gaat dan vooral over technische standaarden. Zijn dat, zijn dat open standaarden? Ja, open standaarden, ja. Per definitie dus? Zeg maar. Ja, dat zijn per definitie open standaarden. Je kan eigenlijk zeggen, open standaarden, de technische open standaarden worden vaak vanuit de industrie. Vanuit de industrie, of soms is er een impuls vanuit de politiek en dan moet de industrie wat gaan doen. En de semantische standaarden, die worden heel erg vanuit de overheden. Want daar moet je kennis van zaken voor hebben. Dus die worden vaak vanuit de overheid geïnitieerd. Zo. Even grofmazig, hè. Natuurlijk zijn we altijd uitzondering. U noemde een aantal voorbeelden van open source wat er in gebruik is. Kunt u dat uitdrukken in een bepaald percentage van het totaal? Die cijfers zijn er niet. En er zijn ook geen concrete doelstellingen van op dat moment niet. Nee, want het hoeft ook niet. Hè? Het is niet zo dat open source software verplicht is. Dus er is ook geen. Het is ook niet zo dat in de implementatiestrategie plannen van de overheid zie je nergens staan. Ik wil over een jaar de helft van mijn software. Open source hebben, dat zie je nergens, dat treft je nergens aan. Hoe ziet u dat dan ontwikkelen? Gaat het snel naar uw beleving of juist niet? Of wat verwacht u? Wat ik eigenlijk zie is dat als de markt zich ontwikkelt, je moet het eigenlijk misschien niet anders zeggen. Wat je eigenlijk ziet is dat in de wereld ontwikkelt zich open source software. Er zijn steeds meer leveranciers die open source software gebruiken binnen hun dienstverlening. Dus vanuit die context, en omdat de overheden veel dienstverlening inkopen, maken ze veel gebruik van open source software, zou je kunnen zeggen. Dus dat zie je groeien. Er is pas een onderzoek gedaan door ICT Office. En naar de omvang van de software sector in Nederland, die is overigens heel groot. Het staat op mijn website op het onderzoek. Die is heel groot eigenlijk, sector, de ICT sector in Nederland. En ik geloof dat 3/4 moet ik even denken. Nou, in ieder geval een aanzienlijk percentage van de producten die de software-industrie van Nederland oplevert, maakt gebruik van open source software of is open source software. Dat is een aanzienlijk deel. Dus wat ik zie is dat groeit. En daar wanneer het voordelen oplevert, dan gaat men het gebruiken. Bent u ook betrokken bij de Holland is open handels? Oslo. De handelsdelegatie die naar de Verenigde Staten gaat in november. Nee. Ja, we hebben het wel gezien, maar wij zijn er niet direct bij betrokken. Maar ik weet het niet helemaal heel zeker, want het kan zijn dat vanuit het ministerie daar wel betrokken bij mij is. Okay. Dus ik kan er niet 100% ja of nee op zeggen. Okay. Ik bedoel, het is ons bekend. Ze zijn nu vanmiddag in ieder geval. Oké. Om 12:30. Oké. Dit was allemaal naar aanleiding van die implementatiestrategie. Maar de vraag is van, dan hebben we nog een andere tak van sport eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Je hebt het over de software die... Kijk, dit is al een beetje meer de stand van zaken. Je kan zeggen van, wat is de stand van zaken? Nou, dat begint al bij bewustzijn, want als er geen bewustzijn is, dan gaan mensen het niet gebruiken. En dan zien wij dat in de sectoren zorg en onderwijs die awareness nog heel wisselend is. Dus dat loopt nog wat achter, zou je kunnen zeggen, op de overheid. Dan heb je de Rijksoverheid, daar is de awareness over open standaard en open source is groot. En bij de decentrale overheden is het ook wel redelijk. Daar is het ook behoorlijk al wel doorgedrongen. Daar begint het bij. Als je niet weet wat er is, dat het beleid is, zolang als dat er niet is, dan gaat het vaak ook niet verder. Omdat aanschaffingen, misschien is het ook wel interessant. Als je naar een overheid kijkt, dan zit daar natuurlijk een verschillende lagen in. En je kan best wel als beheerder weten en open source software willen gebruiken, en misschien gebruik je het ook wel. Vaak veel is wat je natuurlijk al veel ziet, is dat in beheerorganisaties, in technische omgeving, wordt eigenlijk al vaak heel veel open source software gebruikt zonder dat de managers het weten. Nou, dat deel van die software wordt niet eens herkend eigenlijk, want dat is
business as usual, zou je kunnen zeggen. De uitvragen over van, hoe is het met je beleid, ja, die worden niet gedaan aan de beheerders over het algemeen. Dat gaat meer naar de basis toe, hè, meer op beleidsniveau. En op enig moment ontmoeten die elkaar. Dus dat hebben we ook met die implementatiestrategie bijeenkomsten geprobeerd om dat ook bij elkaar te brengen. Beleid, hè, dus de verschillende lagen in de organisatie die zich bezighouden met het onderwerp. Nou, wij meten, hè, dus je hebt de awareness. Nou, deze oordelen die ik daar zo even neerzet, die zijn ook vooral gebaseerd op onze monitor. Wij doen 2 keer per jaar voeren wij een monitor uit en dan sturen wij eigenlijk alle overheden een uitgebreide vragenlijst. Dus een monitor, ze kunnen hem zelf invullen, dus dat is dan ook de waarheid. Ik denk ook wel dat dat redelijk klopt over het algemeen. En wat we zien is dat dat groeit. Hè. Dus je kan zeggen, de bewustwording van het onderwerp die is redelijk groot. Omdat de monitor is vooral gericht op, er is een actieplan en wordt het actieplan uitgevoerd? Daarvan kun je zeggen dat het actieplan wordt goed uitgevoerd. Dat is al een behoorlijke stap voorwaarts. Het actieplan zegt niets over het feitelijk gebruik. Hè? Dus dat meten we dan, we zijn nu ook wel wat aan het meten. En dan kom je dus bij gegevens zoals ik net zei, van waar wordt het gebruik dan? Daar waar de volwassen is en aan de onderkant. En dat zal omhoog schrijven. Dat zal verder gaan. Een tweede element van open source software is dat ze zelf hun software beschikbaar stellen. En daar hebben we nu de marktplaats voor, straks zo werkt niet zo. Maar dat is natuurlijk ook een belangrijke component. De overheid heeft, met name de Rijksoverheid en de uitvoeringsorganisaties, hebben enorm veel software. En die software is van henzelf. En is dus in wezen als open source software beschikbaar. Ik bedoel, het kan gedeeld worden. Nou, je ziet dat daar veel bereidheid is om software te delen. Maar de andere kant van de medaille is wel, ja, je kan software beschikbaar stellen, maar ja, als niemand hem wil gebruiken of kan gebruiken, ja, dan kan je moeite sparen, want dat is zonder je tijd. U zegt nu eigenlijk van, oké, de overheid heeft heel veel software dus zelf dan gemaakt en dan aangekocht, maar pas volledig, hè, dat ja, is vermaard. Ja. Ik heb ook wel mensen die zeggen, ik werk genoeg bij de gemeente en geschreven in die taal, dat is al hartstikke leuk, dus dat helemaal. Maar eigenlijk, persoonlijk zou ik zeggen, dat het meeste nuttig van open source te gebruiken, is daar waar je dus iets aankoopt waarvan je eigenlijk alleen een licentie hebt. Of, nog veel belangrijker, waarmee je dus eigenlijk communiceert met burgers. Kortom, waarin je het op een bepaalde manier, die software, zoals bijvoorbeeld, weet ik veel, als je een Microsoft Serverlite of iets dergelijks nodig hebt, ja. die kant, waar zit, want dat stukje wat je hebt, wat nu al werkt en wat gewoon van jezelf is, ja. Daar zie ik weinig voordeel voor een burger als je zegt van nu hebben we daar een open source pakket op staan. Maar juist dat waar ik zeg maar wel tegenaan ga, waar ik moet communiceren, websites die iets doen ja. Of bepaalde plugins gebruiken, daar is het wel handig als er iets opens is, of iets in ieder geval waar je altijd bij kan. Vanuit burgerperspectief? Vanuit mij, als wat ik natuurlijk met de overheid zeg maar, dan communiceren.